toen DS zijn Franse herlancering beleefde, was het nog onderdeel van Citroën. We hadden toen een Citroën DS3 en vervolgens een Citroën DS4. En na die kleine DS3, wat echt een leuke mini-concurrent was, een hele dynamische auto, opvallend dynamisch, bleek die DS4 ook een echt stevige auto, misschien zelfs wat te hard. Maar sowieso dat DS heel erg aan de sportieve kant van het spectrum ging zitten, dat kennen we natuurlijk niet van Citroën. Zo rond de facelift van die auto's liet Citroën ook het merk los. Dus het woord Citroën verdween en het was niet meer de Citroën DS4, maar de DS4. En die lijn hebben de Fransen bij PSA verder doorgezet. En inmiddels is het een hele nieuwe generatie van DS. En je merkt dat Citroën, of ik moet zeggen PSA, daarmee een hele andere lijn is gegaan. Want wat begon met bijvoorbeeld de DS3 Crossback en de DS7 en DS9, het waren opvallend comfortabele auto's. En nou sta ik hier voor een gloednieuwe DS4, de tweede generatie dus. Het is even een gat geweest toen er geen DS4 was, maar hier staat hij dan, al nieuw. En ik kan het wel buiten al verklappen, die rijdt wel heel erg veel anders dan zijn voorganger. Ik zou moeten nadenken over een auto die zo verschilde van de auto die hij opvolgt. Maar ik moet toch even over het design hebben verder, want het is ook in het echt wel een echt gave auto om te zien hoor. Je kan zeggen misschien iets te veel glimmers, maar in het echt, zeg maar, in real life, hij klopt wel mooi. De balans is daar. Hij ziet er ook vanaf alle hoeken goed uit. Zo schuin, dit klopt met deze lijnen hier. De neus is vet, ik vind de achterkant vet. En al heel snel kan je doorslaan met dit soort design, maar wat mij betreft piekfijn gelukt. Ik zag in de comments dat de groegemeente van jullie dat ook vindt. Dus dan zitten we mooi op één lijn. En ik kan vast verklappen, het geldt ook voor de binnenkant. En als ik het heb over binnenkant, denken jullie vooral aan de bestuurdersstoel natuurlijk. Maar begin toch even achterin om het hele plaatje te laten zien. En wat valt op het hoofdruimte is op zich oké. Ik heb hier wel een schuifdak, misschien scheelt het hier ook nog wat. Beenruimte. Nou, sowieso. Vooral omdat ik relatief ver naar voren zit voor een goede zitpositie. Maar je merkt toch altijd, Franse auto's gaan uit van iets mindere lengte dan in Nederland. En ik met mijn 1,83 moet dan de stoel iets verder naar achter doen. En dan kom ik hier toch wel klem voor een auto die er van buiten best groot uitziet hoor. Het is niet extreem krap, maar in dit segment kan het ook ruimer. Ik vind wel weer dat het hier ook achterin er mooi uitziet. Dit gaat er nog wel, die roosje zo, maar hier in de deuren. Hier met die speaker en die knop en zo. Het is niet dat alleen maar voor bijzonder is. Ook hierachter met de leren stoelen en zijkant hebben ze geprobeerd er wat van te maken. En over de kofferbak kan ik verklappen dat hij 430 liter heeft. En dat is nou niet extreem voor dit segment. Het kan ook erger, maar het kan zeker ook beter. Komt natuurlijk ook door de vorm van de koets. En schoonheid komt in dit geval dus met een prijs. En dan verplaats ik mezelf naar achter het stuur. En wat voor de buitenkant geldt, geldt ook voor de binnenkant. Het design is toch wel een ding in deze auto. Het ziet er echt heel erg mooi uit van binnen. Niet alleen de vormgeving, maar ook de gebruikte materialen. Al leer op het stuur, de middentunnel. Dit materiaal hier, mooie vormen erin, mooie stiksels erin. Dat moet echt ja, een soort core element van die DS4 worden. En kijk eens even naar de bijzondere vormgeving. Dus hoe de ventilatieroosters hier tussen de knoppen verborgen zijn eigenlijk. Hetzelfde geldt in de deur waar die roosters hier zitten in geheel. En de raambediening die onderdeel is van de strook. Het enige is, ik moet beginnen even zoeken waar zit het. Maar goed, als je de auto langer dan een week rijdt, gaat dat vanzelf. Multimedia systeem kennen we een beetje van andere auto's, denk je. Maar dan ga ik in het systeem denk ik, oh nee, dit is toch een systeem wat een vrij nieuwe generatie is. Maar wat wel weer typisch is, vergelijkbaar met andere auto's van bijvoorbeeld Peugeot Citroën. Het is niet heel snel. Het is zo klik en even wachten. En de kaart zit zo'n fractie vertraging in. En dan zijn we zo verwend door smartphones dat ik af en toe denk, ja, kan het nou net niet even sneller. En om een voorbeeldje te noemen, hij stond in het Frans toen we instapten. En de meneer die ons sleutel gaf zei, oh, ik zal het even Nederlands zetten. En toen liep het systeem vast. Beetje ongelukkig. En zei hij ook, oh ja, dat gebeurt wel vaker. Dat je denkt, ja, het is al typisch als je begint met jezelf dat van een merk zegt. Hè? Wel leuk is dat we hier een tweede scherm hebben, denk je. Maar het is eigenlijk geen scherm, het is een soort touchscreen waarmee je met vingerbewegingen bijvoorbeeld de kaart kan bewegen, navigatiekaart. Of je kan eventueel schrijven als je je navigatie plaatst. Sneller denkt met letters te kunnen doen met bijvoorbeeld gesproken commando. Los van alle mooie glimmers en snuisterijen heeft die DS4 ook techniek aan boord dat je denkt, oké, dat had ik niet echt meteen verwacht. Het begint met een heel mooi groot head-up display, wat ik ook kan wijzigen qua wat er getoond wordt. Echt mooie grote info, mooie grote kaart voor mijn neus. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld een systeem aan boord wat de weg scant en afhankelijk van daar de schokdempers aanpast. Hè. De DS9 heeft dat natuurlijk ook, maar dat is wel even een ander segment dan deze DS4 die ik moet gaan opnemen tegen bijvoorbeeld een Audi A3 of Mercedes A-klasse. Sowieso push DS heel erg zelf. Het is een hatchback, maar het is ja, het is eigenlijk gewoon een soort crossover. Ik moet meer denken aan de GLA zelf dan de Mercedes A-klasse. Maar goed, dat is in the eye of the beholder. Verder ook hele goede vorm van autopilot. Die het ook mogelijk moet maken dat de auto zelfstandig van rijbaan verandert als je alleen maar de richtingaanwijzer gebruikt en zo. Dus dat is ook dingen waarbij DS gewoon goed meegroeit.
om premium te blijven? Want het is wel dat je merkt dat het merk heel erg mikt op inderdaad een Audi, een Mercedes en wellicht een beetje een Volvo om zichzelf daar bovenuit te tillen. Gaan we het even hebben over het aanbod in Nederland. Want elders hebben we bijvoorbeeld een dieselmotor, die komt niet naar Nederland. En elders hebben we een 225 pk sterke benzinemotor, en die komt ook niet naar Nederland. Wat krijgen we dan wel? We krijgen de 1.2 turbo met 130 pk, die we goed kennen uit een heleboel andere auto's natuurlijk, die driecilinder. En de 1.6 met 180 pk. En er is een plug-in hybrid, en die komt natuurlijk wel naar Nederland. Die kennen we ook al natuurlijk van Opel en Peugeot. Die in feite dezelfde aandrijflijn gebruikt. Een 1.6 met ook 180 pk. Een elektromotor met zijn 110 pk. En die pieken niet tegelijk. En het systeemvermogen maximaal is dan 225 pk. Dat is de auto die ik nu rijd. Op stroom eventueel kan je volgens de WLTP zo'n 50 km ver komen. Uiteraard hangt veel af van je snelheid in de mate waarin je gas geeft. Maar het is voor een plug-in hybride is dat natuurlijk best prima. Wat ik belangrijker vind is dat ik vind dat die aandrijflijn gewoon heel soepel is. Die twee motoren werken heel goed samen. En die elektroboost is gewoon zo lekker dat je bij het wegrijden, omdat je daardoor gewoon heel soepel onderweg bent met de DS. En soepel is sowieso wel een woord wat goed opgaat voor deze auto, want hij is erg comfortabel. Ik verklapte het al een beetje toen ik aan de buitenkant stond. Maar bij die vorige DS4 toch echt opvallend hard was, dat ze toch een beetje dynamisch wilden zijn of zo met die crossback, is dat nu echt niet het geval hoor. Het is echt een hele soepele, comfortabele auto. Maar dan uitgevoerd op een manier dat ik denk, ja, als je dan toch een hele comfortabele auto wil, doe het dan zo. Hij is echt heel goed. Hij is namelijk wel comfortabel, maar niet heel week. Natuurlijk, als je heel hard heen en weer stuurt, gaat hij wat schommelen. Maar de wegligging is uitstekend. Hij biedt veel vertrouwen. En na twee bochten merk ik al, goh, heel soepel. Dan stuur ik in en denk, oh, goh, die neus gaat goed naar binnen. En vergelijk ik dat met de gewone Citroën C4, die we toevallig als duurtest hebben. Die is veel weker, veel slapper, veel minder tractie. Die staat ook op een ander platform. Ze zijn de facto even groot, maar de C4 staat op het CMP-platform, van ook de Peugeot 208. En deze staat op EMP2-platform, van ook een Peugeot 508 of een 3008. En dan merk je gewoon, dat is echt een ander niveau auto. Het is niet alleen maar de buitenkant of niet alleen maar het design van binnen dat je denkt, dat maakt het anders dan een C4. Nee, de hele techniek en het onderstel is ook daadwerkelijk anders. Dan zou ik wel graag willen weten hoe die 130 pk motor met deze auto zou zijn. Want ik geniet ontzettend nu van al dat koppel wat ik heb als ik wegrijd. Het maakt hem ontzettend fijn om te rijden. En dat heb je natuurlijk niet als je voor de goedkope 130 pk gaat. Maar goed, daarop zullen we moeten wachten tot we in Nederland zijn. In elk geval is dat combinatie met dat hij er zo mooi uitziet van binnen en van buiten. Maar dat hij ook een hele soepele aandrijflijn heeft. En ondanks zijn extreme comfort echt een goed volwassen onderstel. Ja, een totaalplaatje ben ik echt gewoon heel enthousiast van deze auto. Ik vind het echt een fijn, goed ding die waarmaakt hoe die eruit ziet. Zonder klachten ben ik niet. Ik vind namelijk de ergonomie, die leidt soms een beetje om dat design. Bijvoorbeeld hier zo'n knop van de drive mode zit ver naar achter. En je moet een versnellingspookje moet je veel te lang in een richting duwen. Als je wil straatje keren, bijvoorbeeld naar de achteruit. En dan doe je het een seconde en dan wil je achteruit gaan. En dan staat hij nog steeds in zijn vooruit. Het zijn van die dingen, ik denk ja, ik zou hem niet op laten staan als ik hem wil, maar ik storm er wel aan en ik vind het vooral zo onnodig. Want dat hoeft toch niet, want bij andere merken gaat dat wel goed. Het zijn van die kleine irritante dingetjes. Het is wat het is. Vergelijking met de vorige DS4, het is nog niet eens in de buurt. Dat was toch echt niet zo'n goede auto al met al. Terwijl deze DS4, als je een comfortabele auto zoekt met zo'n soort locks, is hij gewoon echt super goed gelukt.